Dit is het achterlijf van Willem. Willem is die langharige Vlaamse herder of zo, niet helemaal zuiver. Maar simplisten kennen hem misschien wel, heeft al vaak meegedaan in verbondsuitzendingen. En Willem is nu 13 en heeft spondylosis. Dat houdt in dat er vormen zich extra botbruggen. En daardoor stulpen de zenuwen tussen de wervels, heb ik begrepen, naar buiten. En raakt dat achterlijf langzaam verlamd. Dat is nogal pijnlijk. Hij zit vanaf nu ook onder de doop. En die ander, die zwarte, die heet Lucia. Dat hebben mijn kinderen bedacht omdat hij uit Italië komt, uit een nest van 12. Hij is nu 1 jaar en groeit nog steeds. En hij is geaccepteerd door Willem na een week. Gepiep en blaffend gepraat, 's nachts uit elkaars bak eten, wou Willem niet hebben, gedoe. Hij ging ook door het poezendeurtje in het begin en daaraan konden we meten hoe groot hij werd. Want op de nacht heeft hij bijvoorbeeld ook de hele deur eruit getrokken, omdat hij dan klem bleef zitten in die poezendeur. Wauw, 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 piep. Maar het lieve van die zwarte, en dat is geloof ik dierenliefde, is dat hij inhoudt voor Willem. Anders zou Willem er niks aan hebben aan het bos. Hij houdt in. Hij kan dus makkelijk 100 meter nemen. Kijk, hij loopt heel rustig. En Willem loopt zich echt uit de naad. Snijdt stukjes af. Maar hij laat hem nooit te ver achterkomen. Geeft hem echt het idee dat het nog best leuk hollen is met hem. Dat is het natuurlijk al lang niet meer. Als er derde honden komen, vreemde honden, gaat die zwarte ook niet met vreemde honden mee. Blijft bij die Willem. En geeft hem steeds de indruk dat hij hem nog net zou kunnen inhalen. Op het laatst laat hij zich ook pakken. Ik weet niet of hij dat nu doet. Maar dan geeft hij zich piepend over. En dat is helemaal nergens voor nodig, want hij zou makkelijk een voorsprong van 100, 200 meter kunnen nemen in een paar seconden. En dat is niet alleen dierenliefde, maar ook mensenliefde, geloof ik. Dat je voor elkaar inhoudt. Of zo.